Goedenavond, ik ben Makera, ja. Dus de bekendste neger in de hele wereld. Gaat toch dat aan jou moeten zijn. Als je kijkt naar het Leidensweg, het wordt iedere jaar gevierd, zo rond april, mei. En als je er heel eerlijk naar kijkt, dan moet je toegeven dat degene die ze Jezus noemen, voor ons die Nengre Kondre Osse is zijn naam Tatayao. Hij heeft nog andere namen in de hele wereld. Is hij gekomen om mensen te laten zien hoe ze moeten leven. Willen ze een hogere vorm bereiken om geestelijk te evolueren. Hij heeft heel veel namen gehad, want hij is in de hele wereld bij alle volkeren geweest. Wij Surinamers kennen hem als Tatayao. Als je kijkt naar hoe hij is overleden, dan zie je duidelijk dat hij vermoord is. En hij is vermoord op de meest wrede manier die er mogelijk is. Maar als je verder onderzoekt, dan zie je ook dat dat de manier was hoe ze negers, Blakabuba, Nengre, hoe ze ons in die tijd vermoorden. Dus hij heeft een neger dood gehad. Hij is op de wreedste manier vermoord. Degene die hem verraden heeft, die heeft 30 zilverstukken of 30 shekels. Ik kan nauwelijks spreken, joh. Hij heeft 30 shekels gekregen en dat was de prijs voor een neger in die tijd. Dus hij heeft de prijs van een slaaf gekregen, van een neger. Ik hoef niet te vertellen dat Poetin Allah ons heeft laten zien wat de beelden van Tatayao was voordat Michelangelo in opdracht van de koningshuizen en waarschijnlijk ook in opdracht van de paus een meer Europese Jezus heeft gemaakt. Waardoor de wereld vergeten is hoe hij eruit zag. En met de beeldenis van een witte Jezus hebben ze Afrika en de Amerika's helemaal overspoeld. Dus weet en onthoud dat 30 shekels, 30 zilverstukken, dat was de prijs voor een Blakabuba Manengre. Voor een Blakabuba man. De prijs voor een slaaf. Men heeft het nodig in Europa om een vals beeldenis te hebben wat op hun lijkt. Al wijkt het af van de realiteit. Om witte suprematie in stand te houden, maar niet alleen suprematie van de Europeanen, maar ook colorism, kleurverschillen in bruine mensen, dat de ene met een lichtere huid zich dichter voelt bij de Europeaan, bij de witman. Dat houdt racisme en colorisme in stand. En de Europeanen, die hebben dat nodig, omdat het voor hun heel moeilijk is om te accepteren dat die zwarte mensen, wij, waar ze op neerkijken, dat uit ons, de Messias van de hele wereld, geboren zou. Dat hij geboren is. Dus vandaar dat men eigenlijk die replacement theorie, en replacement staat voor vervangingstheorie. En een theorie is iets wat niet bewezen is. Dus een theorie is niet bewezen. Dus ze hebben een vervangingstheorie in het leven geroepen, waarin ze dus zeggen dat Twalfolo niet langer de partner, de vrouw, de appel van zijn oog, die lobby, die Uma van Anana is, maar dat het de kerk is geworden. Het is de kerk, de Vaticaan geworden. Zij zijn nu dus die lobbywang. En met hun dan de christenen. En zo houden ze onze mensen in hun Constantinopel christendom gevangen. Want wij hebben die ingeboren Jeyeviri in ons. Dus om te geloven dat wij christenen zijn, is eigenlijk toegeven dat wij als Blakabuba, wij als Twalfolo vervangen zijn
voor de Europeanen, de christenen, die de meest wrede dingen in de wereld hebben uitgevoerd. Maar in die memberboeken stond geschreven dat dit ons zou overkomen, want treffen een galoosso. Dus de Bijbel had ons gewaarschuwd. Onze voorouders wisten wat ze deden. Daar ga ik ook nog iets een les aan wijden. De vloeken die onze ouders wisten dat ons zouden overkomen. En hoe iedere generatie weer vergat wie we waren. En hoe graag generaties wilden meedoen met de andere volkeren. Maar we kunnen de Bijbel, als we naar de Bijbel kijken. Als we naar de Bijbel kijken, kunnen we geen andere mensen dan onze eigen mensen volgen. Omdat niemand in staat is Anana te kennen zoals wij dat kunnen. Want Anana spreekt met ons. Onze kabbalas, onze wind, die spreken met ons. Zij kennen de Bijbel op het woord, maar wij kennen de Bijbel volgens geest. Ze hebben de Bijbel al 3.500 jaar vertaald in allerlei talen. En nog doen ze de meest akelige dingen met elkaar en met ons. Wetende dat in de Bijbel staat, eerste wet, Lobiyuga de Oso, tweede wet, wees je broeders hoeder. En nog kunnen ze het niet, want anders was slavernij nooit gekomen. En ten de slavernij hadden ze de Bijbel al vertaald. Daarnaast vertellen ze ons dat we kan treven van Owani. We kan treven, we mogen eten wat we willen. We hoeven geen rekening met niemand te houden. Alleen maar met onszelf. Egoïsme. Geen wetten. Maar als we ons niet houden aan hun wetten, krijgen we boetes. Maar aan ons vertellen ze dat het convenant wat we hebben met onze gado, dat we ons niet eraan hoeven te houden. Dus Blakaboma mag wetteloos zijn, bandeloos. Jobbo. Dat is wat ze aan ons vertellen, dat wij spiritueel mogen zijn. Bandeloos, vol trefus. Terwijl in de Bijbel staat geschreven, in het convenant dat we wetten hebben gekregen en die zijn eeuwigdurend. Want alleen om ons te houden aan die wetten kunnen we verheffen. Maar los daarvan, het wordt tijd dat wij nadenken, wij Blakaboobas. Zeker nu we weten dat bij jou en Jezus dus één en dezelfde persoon zijn. Dan moeten wij zelf ook gaan nadenken. Hoe kan het dat een volk komt, vermoord een van onze brada's? En dat volk, hetzelfde volk gaat daarna zeggen van, ja, hij is voor ons gestorven. Nee, nigger, hij is voor jullie vermoord. Hoe kan je dan verwachten dat hij dan je vermoordt en hij vergeeft je, zodat je door kan gaan met zijn eigen mensen in slavernij gooien en de meest wrede dingen met zijn mensen doet? En dan zeg je, jij is voor ons gestorven, zodat jij door kan gaan met zondigen, moorden, verkrachten, kolonialiseren, vernietigen. Er klopt iets niet met ons als 12 lo, als wij in dit soort onzin en nonsens meegaan. Er zijn maar twee wetten. Lop you, gado oso, en dan afke jamanke jampo. En lop you brada, nanga yusisa. Want zij zijn uiteindelijk onze kabra's, onze bigismas. Dus slavernij heeft al deze wetten geschonden. Heeft al deze wetten gebroken. Deze twee belangrijke wetten van Lop you got the osso en heb respect voor je broeders en je zusters. Maar daarnaast heeft het ook de image, beeldenis veranderd. En het heeft mensen laten geloven dat de witte huid, de witte boeba, de eerste boeba was op
aarde. En dat hebben ze heel lang geloofd, deze theorie. Heel lang, en nog steeds zijn er mensen, vooral de babyboomers die nog leven, die echt geloven dat de witte mens de eerste was op deze aarde. Dus ze hebben leugens geërfd van de wetenschappers. Maar heel veel van ze weten dat het niet zo is en dat het wetenschappelijk onmogelijk is. En daardoor weten ze dus dat de zwarte mensen de inheemse mensen zijn van deze planeet. Wat wij moeten weten, wij, Krioro, Oso, 12 Lo, wat wij moeten weten, is dat wij op een punt zijn gekomen op aarde waarop we weer een beschermingslaag over ons heen hebben. Degenen die op zoek zijn naar Anana. Degenen die weer willen werken met de windjes en met de cabra's. We zijn beschermd. Sterker nog, het lijkt alsof mensen met kwade intenties, met kwade bedoelingen ons niet eens zien. Ze wilden zo graag 12 los zijn. Zo graag wilden zij Israël zijn. Zo graag wilden zij het uitverkoren volk zijn. Ze hebben alles veranderd en alles in de wereld is erop gericht om ons van kennis van de Bijbel, van wie we zijn, weg te houden. Een hele economie hebben ze daarop losgelaten. De hele wereld mag de Bijbel inzien en begrijpen. Maar wij 12 Lo mogen de Bijbel niet zelf onderzoeken. Nee, we moeten het vanuit Rome, vanuit de priesters. Wij mogen niet zelf gaan nadenken, want het boek mag niet met ons praten. Terwijl het boek met ons DNA praat. Maar dat willen ze niet. Zij moeten ons vertellen hoe wij moeten begrijpen wat onze voorouders voor ons hebben achtergelaten. En dat kan niet. En dan die opgelegde replacement theorie en hun theorie dat we ons niet meer hoeven te houden aan de wetten van onze God. Het roept alleen maar foekas en trevels op ons heen. Alleen maar vloek als we ingaan tegen dat wat onze voorouders tot in de eeuwigheid hebben afgesproken met onze power. Dan krijgen we eigenlijk alleen maar dat wat we hebben gekregen de afgelopen 2.500 jaar. Namelijk arrogante mensen die ons behandelen als kinderen. En die ons zien als 3/5 van een mens. Ons behandelen nog minder dan dieren. Want voor apen hebben ze nog in ieder geval een dierentuin. En die apen eten iedere dag. En het liefst worden de apen nog gestimuleerd om zoveel mogelijk kindjes te krijgen. Dit alles wordt bij ons niet gedaan. Het liefst sterven ze ons uit en krijgen wij geen kinderen. En arrogantie, dat zij 12 voelen zijn, is dat wat ze nu kilt. Het zorgt ervoor dat zij, dus de vloeken die wij hebben gekregen, dat diezelfde vloeken nu naar hun toe gaan. Want als je denkt dat je 12 voelen bent, dan moet het niet zo zijn dat je alleen de zegeningen wil. Dan moet je ook in staat kunnen zijn dat de God, en niet alleen in staat kunnen zijn om te weten dat de God van 12 Lo zegent, maar vloekt. Maar als je dan de vervanger wil zijn van 12 Lo, dat betekent dat daar een bepaald gedrag bij hoort. Dat betekent dat je jezelf houden aan wetten. En je kan dan niet wetteloos zijn. Want als je wetteloos bent en je zegt dat je 12 Lo bent, dan hoor je je te houden aan de wetten. Namelijk, heb je God lief en heb je broeders op deze aarde lief. En dat is iets wat de mensen van deze wereld niet gedaan hebben. Integendeel, ze hebben er alles aan gedaan om deze wetten, om zich daar niet aan te houden. Maar ze hebben daarnaast een andere God in het leven geroepen. Namelijk de God van geld. En onze Nana is niet een God van geld, maar onze Nana is een God van liefde, van leven. Niet van dood, maar van liefde en leven en van groei. En als je zegt dat je een kind bent van de Most High, de power van 12 Lo, en je gaat de wereld in kolonialiserend, rovend, plunderend, dodend,
Wat zelf nu, vandaag aan de dag, nog te zien is in Palestina. Dan moet je ook weten dat deze God straft. En de God van Israël, van Yasharallah, van Twaalfoloog, die straft collectief. En de eerste die hij gestraft heeft, is Twaalfoloog. En wij weten dat we gestraft zijn. En dat is ook de reden waarom we collectief terug op zoek zijn naar onze pal. Naar onze vader-moeder-principe. Onze moeder-vader-principe. Ik ben Makira Yah.